straks in deze uitzending. De slagvelden van Irak liggen vol met radioactief afval uit de golfoorlogen. Bewoners en soldaten die daar rondlopen krijgen vaak kanker. En de Nederlandse Soldatenbond wil nu dat de gezondheid van Nederlandse militairen in Irak beter wordt gecontroleerd. Weten dat het risico er is, dat je vooraf, voordat je de missie begint, een nulmeting doet. Kijken in hoeverre mensen op dat moment fysiek aan toe zijn. En dat je achteraf naar de missie vaststelt of een mogelijke besmetting heeft plaatsgevonden. Ze liggen dus vol met radioactief afval, de slagvelden van Irak. En dat afval is afkomstig uit de twee golfoorlogen. Oorlogsafval is het. En het geeft een straling af die tot 50.000 keer sterker is dan normaal. Nederlandse soldaten in Irak komen mogelijk ook met dat levensgevaarlijke spul, verarmd uranium, in aanraking. De soldaten die op de slagvelden vochten, ook bijvoorbeeld de Amerikanen, verwekten later kinderen die vaak zeer ernstige aangeboren afwijkingen hebben. Wees u gewaarschuwd voor schokkende beelden die de nu volgende reportage bevat. My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Officieel is de oorlog in Irak voorbij. Officieel, maar in het ziekenhuis van Basra sterven dagelijks baby's en kinderen. Most of it is my knowledge. You see, 8 years and 5 years, yeah. Most of it is my knowledge. Yeah. Sabah al-Khair. I'm Dr. Almani. I'm a shoe father. Yeah. He's him. What is the age? It's 4 years old. 1 year old. 1 year old. Yes, prognosis? The prognosis is very bad. Yes. 80% died, mortality 80%. As we know, the DU may be transmitted by the wind and everything is contaminated now. The air, the soil, the food is contaminated by this material. Thank you. Mm-hmm. Thank you. Yes, De 79-jarige professor Siegward Horst Günther op weg naar Irak. Hij wordt begeleid door Ted Wyman, een Canadees wetenschapper en expert op het gebied van uranium. De twee geleerden zijn op zoek naar het bewijs dat gedurende de Irakoorlog opnieuw tonnen munitie werden gebruikt, gevuld met verarmd uranium. Ze zijn ervan overtuigd dat deze munitie honderdduizenden soldaten en burgers ziek heeft gemaakt. Beide wetenschappers weten zeker dat ze bewijzen zullen vinden. Eerstens, maar ben ik arts. Zweitens, war ik over 40 jaar in deze regio tätig. En drittens, heb ik hier geschossen gevonden, die uranhaltig zijn. En heb ik hier schwere krankheidsbilder gevonden. En jetzt fahre ik hin, om te zien, ob zich deze krankheidsbilder nach dem neuen Golfkrieg erneuert hebben. I've come to collect urine specimens from people who were exposed to the bombing, also to take soil samples, water samples, perhaps lung samples to look for potential contamination as a result of exposure to uranium used in coalition weapons. De snelweg van Basra naar Kuwait. Professor Günther zoekt tanks die in zowel de Eerste als de Tweede Golfoorlog kapot werden geschoten. De granaten die werden gebruikt waren verzwaard met verarmd uranium. Met een Geiger-teller meet hij de radioactieve straling. Hier hebben we nu een panzer gevonden die met depleted uranium munition afgeschossen worden is. En zwar einschlägen hier am Turm en hier aan de zijde. En wenn wir das messen, dan liegt die radioactiviteit bij diesem Gerät weit im roten Bereich. Bei diesem Einschuss wird im Innern des Panzers eine Temperatur von 1000 Grad Celsius freigesetzt. Die Soldaten verglühen. Es wird Uranoxid freigesetzt und die Umwelt dadurch verseucht.
Soldaten zagen in 1991 voor het eerst het effect van deze granaten. Ze reageerden met ontzag. Bij de Britse golfveteraan Kenny Duncan staat het nog vers op het netvlies. We saw them exploding. It's quite surreal. It's like slow motion. You know, you can sort of, you know, it's hit, and then there's like a 2 or 3 second delay, and that's obviously when it's penetrating the armor, and then the whole thing just evaporates. Basically. It was like putting a knife through butter, really. De uranium in de munitie is een afvalproduct van kernreactoren. Dat afval is radioactief en moet in speciale bunkers opgeslagen worden. En dat kost geld. De atoomindustrie was erg blij toen de defensieindustrie zich interesseerde voor het kernafval. Reden: uranium is het zwaarste metaal dat er bestaat. Wanneer je het inbouwt in een granaat en die afschiet op staal, is het alsof er een mes door de boter gaat. Bij het binnendringen verdampt er een deel van het uranium en dat ontploft binnen in de tank en verbrandt alles. Dit dubbel effect maakt het wapen bij militairen zeer geliefd. De 9-jarige Kenneth Duncan is de zoon van een Britse golfveteraan. Op het eerste gezicht lijkt het een gezond jochie, maar schijnt bedriegt. Zijn tenen zijn aan elkaar gegroeid, zijn oren gespleten en zijn immuunsysteem is zwaar beschadigd. Hij wordt snel moe en wordt geplaagd door zware hoofdpijnen. Zijn vader, Kenny Duncan, opereerde vlak achter het front en repareerde kapotgeschoten tanks. Ook die tanks die per vergissing door eigen tanks geraakt werden, met verarmd uranium. We were climbing over it, inside it, working on them, you know, and weren't they wearing any respirators or anything like that. So you were breathing this dust in constantly, for months on end at the end of the day. You know what I mean? So it's quite a high concentration that we were exposed to. Op het moment dat Kenny trouwde was hij kerngezond. Nu is zijn lichaam aangetast door verarmd uranium en is hij chronisch ziek. The latter years, like the last 5 or 6 years, have been the hardest. It's got, like, he's getting a lot of muscle spasms at night and it's like quite jerks and that, like he's taking a fit. Mm. She's on medication and that for that. I think it's a constant worry as well, as actually he's spitting up a lot of blood and we don't know where it's coming from. Professor Albrecht Schott onderzocht de genenstructuur van Britse golfveteranen. In het bloed van Kenny Duncan vond hij opvallend veel genetische veranderingen. Veranderingen die onmiskenbaar het gevolg zijn van radioactiviteit. Een andere oorzaak kan er volgens hem niet zijn. Kenny Duncan was een kraftstrotzender, gezonder man. Zijn chromosomen zagen zo uit, wie ze es hier in beeld zien. Dan kam die Strahlung, das kam zu Chromosomenbrüchen. Dieser hohen Zahl von Chromosomenbrüchen kann man in der Familie Mandy und Kenny Duncan sehen. Sie haben 3 Kinder und alle 3 Kinder sind genetisch schwer geschädigt. Das Uran ist bei der Verbrennung zu so kleinen Partikeln verbrannt, dass es überall im Körper hingelangt. Nicht nur zu den Lymphozyten, auch zum Gehirn, zur Leber, auch zum Sperma und zu den Eizellen. Deshalb sind die Kinder von Kenny Duncan genetisch krank. Diese Kinder haben auch geschädigte Chromosomen und sie werden natürlich hohe Raten genetisch geschädigter Kinder hervorbringen und deren Kindeskinder wieder. You know, and if the government think for a minute that this problem is going to go away, when all of us 52,000 die, then they've got a big shot coming. Jenny Moore was in 1991 verantwoordelijk voor het laden van munitie in tanks. Ze kwam in contact met verarmd uranium. En toen ze na de oorlog zwanger werd, ging het mis. I went for my 18-week check-up and they told me that my second twin baby was grossly deformed. Professor in London actually said to me, do you want to tell me now? What drugs have you been taking? So we can work out how you've poisoned this baby. When you're sat there, do you know, when it doesn't, you can't even begin to tell you
what it feels like to be told that you're poisoning this baby. And that you want to be lucky that one survived. And it was only for the sake that they were in separate sacks that one survived. Come the 24th week, Emily died. And I had to carry on being pregnant with her because obviously I was carrying Rebecca at that time. Hello? In februari 2004 oordeelde een Britse rechtbank dat Kenny's ziekte door uraniummunitie is veroorzaakt. En daarmee is Kenny het eerste officiële slachtoffer van verarmd uranium. The first we knew that they considered the depleted uranium shells to be a danger was when we took the tanks back from Kuwait back to the port in Saudi Arabia at Al Jubail. When we got there, there was people there wearing respirators and their chemical suits. And we said, what have you got them on for? It's all over. And they're saying, these shells are radioactive. That's where we got them on. And now we've been climbing all over them for months on end. And didn't know any different. But we found out later that there was an order came from the British commander, Medical Services UK, wasn't it? Saying that depleted uranium shell, tipped shells, should be treated as a hazard. Irak. Na de Eerste Golfoorlog in 1991 was er nog niets bekend over het gevaar van uraniumgranaten. De geallieerde strijdkrachten hebben ongeveer 300.000 kilo van deze radioactieve munitie afgevuurd. Vooral ten zuiden van Basra, gedurende een felle tankslag. Ook professor Günther wist niets over deze wapens toen hij na de Eerste Golfoorlog naar Basra kwam. Ik word in oktober 1991 eingeladen, mir das Gesundheitswesen nach dem Embargo der UNO anzusehen. Das Gesundheitswesen war völlig zusammengebrochen. Die Kinderkrankenhäuser waren überfüllt mit Infektionen, insbesondere auch mit Kindern an Unterernährung, die dort starben. Ende 1991, in den Jahren 1992-93, konnte ich im Irak dann Krankheitsbilder feststellen, die ich 40 Jahre lang im Irak nicht gesehen hatte. Es war eine Häufung von Leukämie, Spaltbildung, Missbildung bei Kindern und andere Erkrankungen. Professor Günther begon met het fotograferen van misvormde kinderen. Kinderen met uitzonderlijke afwijkingen. En langzaam begon hij te begrijpen wat er aan de hand was. Ich hatte inzwischen Geschosse gefunden, die mir komisch vorkamen. Als ich dann außerhalb von Basra Kinder mit derartigen Geschossen spielen sah, die als Puppen angemalt waren und eines dieser Kinder an Leukämie gestorben war, wurde ich sehr misstrauisch. Günther vroeg de kinderen waar ze overdag waren geweest. Hij vermoedt dat alle kinderen die nu leukemie hebben met besmet schroot en munitie hebben gespeeld. Bijna alle vaders van misvormde kinderen hadden tijdens de tankslag in Basra als soldaat gevochten. Die misvormingen leken erg op de slachtoffers van de Russische kernramp in Tsjernobyl in 1986. Eind 1991 publiceert Günther voor het eerst artikelen over zijn onderzoek. Hij is er zeker van dat de ellende die hij gezien heeft veroorzaakt wordt door verarmd uranium. Jenny Moore werd bij haar tweede zwangerschap getroffen door een ramp. Ze kreeg een miskraam. Haar baby bleek geen ogen te hebben. There again, I've done some reading and found out that in America and certain other countries that a few babies have been born there as well with no eyes. So as soon as they mentioned it, I knew. My baby's died of Gulfwar syndrome. Duitsland, Oberbayern. Professor Günther en professor Durakovic, beiden arts, wisselen ervaringen uit. Durakovic heeft in dienst van het Amerikaanse leger 12 jaar lang Amerikaanse soldaten onderzocht die aan het Golfoorlogssyndroom lijden. Toen hij openlijk een relatie legde tussen het verarmde uranium en het Golfsyndroom, werd hij ontslagen. Yes.
The reason for my whistleblower experience was that I simply did not agree with the government of the United States of America that the Gulf War veterans from the first Persian Gulf War should be left to die in obscurity. Na de Eerste Golfoorlog had hij 30 soldaten als patiënt die dezelfde ziektebeelden hadden als kinderen en volwassenen in Irak. Durakovic ging uit van besmetting met radioactieve stoffen. Maar welke stoffen wist hij niet. When I give my talks in Arab countries, so we sent some of the urine samples for the neutron activation analysis and they came back positive. And when they came back positive, everybody who was trying to discourage me from my work, they were in the state of consternation. They didn't know how to deal with it, because now I had positive results and government did not admit of any use of depleted uranium. Professor Durakovic ging door met onderzoek en begon in 1995 het onafhankelijke Uranium Medisch Onderzoekscentrum. About 30 patients, we found that about 67% of them had high concentrations of depleted uranium in their bodies. And there was no discussion about it, because if something is positive on mass spectrometry, it is quantitized and there is the end of the story there. De Amerikanen en Britten wijzen tot de dag van vandaag alle verantwoordelijkheid af. Er is geen bewijs, zeggen ze, dat een uraniumbesmetting het golfsyndroom heeft veroorzaakt, waardoor tot nu toe 150.000 veteranen ziek zijn geworden. Maar volgens professor Günther bestaat er geen twijfel meer. Op conferenties zoals deze in Hamburg probeert hij andere collega-wetenschappers te overtuigen. Op deze conferentie werd bekend dat de kinderen van Amerikaanse golfveteranen 3 keer zo vaak misvormd ter wereld komen als andere kinderen. In Londen heb ik ook voor Abgeordneten des Unterhauses gesproken en daarbij veteraninnen en veteranen des Krieges kennengelernt, die sehr unter den Nebenwirkungen der Uranmunition litten. Ich weiß auch, dass viele ins Unterhaus gegangen sind, um ihre missgebildeten Kinder zu zeigen und haben dabei ihre Kriegsauszeichnung zurückgegeben. In een trainingsvideo uit 1995 waarschuwen de Amerikanen hun militairen voor het gevaar van verarmd uranium in munitie. 2. Radioactivity. Heavy metal toxicity may occur if depleted uranium enters the body through open wounds, inhalation, or ingestion. Depleted uranium dust or smoke may be inhaled if respiratory protection is not worn. It may also be picked up and ingested if gloves are not worn, and the dust is not washed off before eating, drinking, or using the latrine, or unstable munitions should be marked, secured, reported, and left for specially trained recovery retrograde teams. Caution. While all kinetic energy penetrators leave small round holes, only a depleted uranium impact will leave a detectable radioactive signature. Baghdad, gate nummer 6. Op deze plek werd in 2003 fel slag geleverd. Wetenschapper Ted Wyman onderzoekt hier samen met de Iraakse arts Dr. Shaikhli de grond op uraniumsporen. En die vinden ze. We have a radiation count at this location, which was a site of a tank battle. The tank has been pulled out of here, of about 100 times to 150 times above normal, which is the highest level we've found so far. You know, at that level, it's definitely prohibited. If the area have such levels, prohibited from human being, existence. Heel voorzichtig verzamelt Ted Wyman grond om het te laten analyseren. De resultaten zijn bijna ongelooflijk. Zum Beispiel vom Baghdad Gate. Da gab es, das waren sogenannte Hotspots, wurden die da angesprochen, wo wir halt dann Untersuchungen auch dran gemacht haben. Und da haben wir halt sozusagen reines
verarmtes oder abgereichertes Uran gefunden in diesen Bodenproben. Also die Konzentration von denen war so hoch, dass wir das sogenannte natürliche Uran da gar nicht feststellen konnten. Wenn man das jetzt auf die Staubfraktion bezieht, also da ist es ja so, dass das Uran, das abgereicherte Uran vornehmlich eben in der Staubfraktion ist. Und wenn man jetzt nur diese analysiert, dann kommt man hier auf Prozentbereiche von 50-60%, die das abgereicherte Uran dort ausmacht. Das heißt einfach, das Potenzial, dass Leute das einatmen, auch alle, das ist natürlich höher. Aber das ist natürlich dann noch alarmierend, dass eben nicht nur an der unmittelbaren Kriegsschaupunkt, sondern auch in Gebieten weiter weg davon das Potenzial besteht, das einzuatmen. Das ist natürlich erstmal in der Natur drin und das bleibt da auch. Das heißt, diese Gefahr, das einzuatmen, die besteht weiter für 10, für 20, für 30, für 100 Jahre. Basra, oktober 2003. In de twee oorlogen werd rond de stad met 500.000 inwoners hevig gevochten. Nu zijn de Britten hier gelegerd. Eigenlijk wilden de Britten alle besmette tanks afvoeren. Maar in een voorstadje vindt Ted Wyman een aantal stukgeschoten tanks die in de laatste oorlog met uraniumgranaten werden uitgeschakeld. We took readings from it yesterday. One has 20,000 times radioactivity beyond background levels. This is a DU penetrator, very high radioactivity levels. Actually went into this building across the street, an ice factory. We found over here in this battlefield a radioactive levels that were approaching 30,000 times background. Dat zijn de hoogste waarden die Ted Wyman op deze reis heeft gemeten. De Geiger-teller kan de straling niet aan en staat voortdurend in het rood. In de gebruiksaanwijzing van het apparaat staat: verlaat het gebied onmiddellijk. This is drain water, just dirty water. We think that we'll see if we can put what's in this in the laboratory. Da in dem Gebiet von der Eisfabrik sind die Proben, die wir daher haben, sind generell hoch. Und da haben wir auch den Hauptteil des Urans, was das sich da im Wasser befindet, 85% sind auch dieses abgereicherte Uran. 6 oder 8 Mal so hohe Konzentration Uran, als es jetzt zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation erlaubt, überhaupt im Wasser drin zu haben. Das Wasser ist ganz klar kontaminiert und dürfte halt nach Richtlinie her auf jeden Fall nicht mehr benutzt werden als Trinkwasser. Waarschijnlijk zijn er 150.000 militairen besmet. Maar om hoeveel burgers en kinderen gaat het eigenlijk? Die cijfers zijn niet bekend. Wel bekend is dat er 10 keer zoveel mensen aan kanker lijden als normaal. En dat er 20 keer zoveel baby's misvormd ter wereld komen als normaal. Dr. Jenan Hassan ziet maar 1 oorzaak. Verarmd uranium. We wait what happened after 2003 and I expected increase the cases of cancer in Baghdad mainly because most of the big Baghdad is exposure to heavy bombing with DU in this war and most of congenital malformation the baby with born without head, without limb and without nose, without eye. Before the war, most of the Iraqi women, after delivery, say this is a boy or girl. But after the war, you say this is normal or abnormal. I have 2 or 3 mothers delivered about 3 babies with congenital malformation, and this lead to the divorce from her husbands because the husbands blame the mother here. Unsere Chromosomenstudie zeigt, dass Professor Günther 1991-92 zu Recht einen Zusammenhang zwischen der Anwendung von Uranmunition und schweren Krankheitsbildern vermutet hat, sondern auch, dass die Anwendung von Uranwaffen ein Kriegsverbrechen ist. And their father is a soldier.
and we noticed the increased percentage of cancer cases in children, especially leukemia and also lymphoma, and this shifted of the age group. This is a lymphoma. This is very bad prognosis. I thought he is die soon or later. It's very bad. He is very bad. Es ist furchtbar, das zu sehen. Meistens nehmen die Mütter dann ihre Kinder wieder zurück nach Hause, damit sie zu Hause sterben. Twee dagen later stierf dit jongetje. Door nu met dat gevaar van verarmd uranium. Nederland moet zo snel mogelijk het bloed en de urine onderzoeken van Nederlandse soldaten die in Irak gelegerd zijn. Dat vindt de soldatenvakbond AFNP. Zo'n nulmeting moet aantonen of soldaten besmet zijn geraakt of niet. Willem-Jan Bloem doet verslag. Het werd gebruikt in de Kosovo-oorlog. En in de Eerste en Tweede Golfoorlog. Munitie met als punt verarmd uranium. Om kogels door een tank en muren te laten schieten worden ze zwaarder gemaakt met uranium. Een dodelijk wapen dat ook nog op de lange termijn slachtoffers maakt. In Italië zijn inmiddels al 30 soldaten die deelnamen aan vredesmissies overleden. Maar de Italianen waren op dezelfde missies als de Nederlanders. Daarom moet de gezondheid van de Nederlandse militair veel beter in de gaten worden gehouden, meent de Nederlandse soldatenvakbond AFNP. Als je weet wat voor risico's je loopt, en dat weten we, want we weten dat er dus in Irak verarmd uranium is gebruikt, niets met verarmd uranium. Dan is het denk ik gewoon heel logisch, weten dat het risico er is, dat je vooraf, voordat je de missie begint, een nulmeting doet. Kijken in hoeverre mensen op dat moment er zeg maar, fysiek aan toe zijn. En dat je achteraf naar de missie vaststelt of er mogelijk besmetting heeft plaatsgevonden. Het is vrij eenvoudig aan te tonen in de urine. En dat betekent dus in feite dat je al die militairen door de molen heen moet halen om uit te sluiten dat militairen besmet zijn. Iedere soldaat loopt het gevaar besmet te raken. Want verarmd uranium blijft niet alleen op de plek waar er geschoten is. Het verspreidt zich ook nog door de wind. Het uranium is radioactief, maar het is bovendien een zwaar giftig metaal. Henk van de Keur is nucleair deskundige en hij maakt zich zorgen over de resten die achterblijven op het slagveld na de gevechten. Er zijn onderzoeken die hebben aangetoond dat 3 jaar na de Golfoorlog in 1991 nog steeds deeltjes rondzweten. Dus dat betekent dat die deeltjes die op de grond terechtkomen ook weer makkelijk bij verstoring kunnen opdwarrelen. De uraniumresten die door de lucht meegenomen worden zijn vooral zeer giftig. Eenmaal ingeademd begint het uranium aan zijn verwoestende werking. Dat geeft allerlei vage klachten, haaruitval, eczeem, vermoeidheid, etc. Het wordt ook in verband gebracht met aantasting van het immuunsysteem. En een van de consequenties is ook dat men auto-immuunziektes ontwikkelt. En daarnaast ook wordt het in verband gebracht met kankers. En ook het feit dat het mutageen is. Dat wil zeggen, het kan mutaties veroorzaken in het nageslacht. In Italië wordt er een direct verband gelegd tussen de 30 overleden militairen en het gebruik van verarmd uranium in munitie. Dit is Stefano Melone. Hij is dood, overleden aan kanker. Deze zomer kende een Italiaanse rechter zijn weduwe een schadevergoeding toe van €520.000. De rechter zag een direct verband tussen zijn ziekte en de deelname aan vredesmissies. Als je kijkt naar de situatie voor de Nederlandse militairen, die dus zowel in de Balkan, die ook in Irak opereren. En je weet dat er in die landen verarmd uranium is gebruikt, althans munitie met verarmd uranium. Je loopt dus het risico tot voor besmetting. Dan denk ik dat je er alles aan moet doen om besmetting te voorkomen, maar ook zeker moet controleren of militairen al dan niet besmet zijn. Tot op de dag van vandaag is er nog geen sprake van een zogenaamde nulmeting. Sterker nog, volgens de NAVO is er geen enkel verband tussen zieke militairen en verarmd uranium. Toch maakt de grootste NAVO-partner, de Verenigde Staten, in 1995 al dit waarschuwingsfilmpje voor haar eigen militairen. The two main depleted uranium health concerns are 1. Heavy metal toxicity. Als je eigenlijk op de keper beschouwt, dan zie je eigenlijk dat het een soort NBC-wapen is. Het is een combinatie van een chemisch wapen, want het is toxisch, het is giftig, en een radiologisch wapen, want het veroorzaakt straling. En dat betekent in feite dat je het kunt scharen onder het rijtje van NBC-wapens. Daarvan hebben we internationaal afgesproken dat we die wapens niet moeten gebruiken.
Dus het ligt eigenlijk heel voor de hand om te zeggen dat er een verbod moet komen op die wapens, dus die munitie, met verarmd uranium. De vakbond ziet verarmd uranium als een strijdmiddel dat niet alleen soldaten ziek kan maken, maar ook de lokale bevolking hard treft. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Een oproep aan de Nederlandse regering zou zijn om zich in de NATO in te spannen om met de partners in de NATO te komen tot een verbod op het gebruik van wapens met verarmd uranium, zodat we dat soort risico's niet meer lopen. Want het betekent niet alleen een risico voor de militairen, het betekent ook een enorme vervuiling van het milieu in het gebied waar die wapens worden gebruikt. En dat is denk ik wat we niet willen. En natuurlijk hebben we het ministerie van Defensie gevraagd of ze daar ook bezorgd zijn over de jongens in Irak. Antwoord was dat het op dit moment niet mogelijk is om alle uitgezonden soldaten bloed en urine af te nemen voor zo'n onderzoek. Geen actie dus. Dit was 2 Vandaag. Maandag weer. Tot dan.